Igonet de Jong probeert heel langzaam en voorzichtig haar leven weer op te pakken nadat haar ex-man Thijs Reumer werd veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur... voor het online misbruik van 3 minderjarige meisjes tussen 2015 en 2017. In het winterboek van NC doet ze voor 1 keer haar verhaal. In de NC blikt Igonet terug op een bewogen tijd. Ik ben gekwetst, boos, teleurgesteld, verdrietig. Ik denk dat ik elke mogelijke emotie die je in een woordenboek kunt vinden heb gehad. Eind juli staat haar ex Thijs Reumer terecht voor online misbruik van minderjarige meisjes. Thijs Reumer die is vandaag verschenen in de rechtbank in Assen. Hij wordt beschuldigd van 3 online zedendelicten met verschillende meisjes die destijds 14 tot 16 jaar oud waren. Vandaag onthulde Igonet hoe zij die beladen dag heeft beleefd. Ik was op het moment van de rechtszaak in het buitenland. Beetje bij beetje kwam alle informatie uit de rechtszaal binnen. Het was heel moeilijk. Mijn eerste zorg ging naar de kinderen en alle mensen eromheen. Ik ging in overlevingsstand. Tijdens de zitting komen de slachtoffers van Thijs aan het woord. Vinger jij jezelf wel eens, vroeg je mij. Nou Thijs, voor het geval je het nog steeds niet kan herinneren, ik was 14. Ik was daar niet mee bezig, maar jij was het daar om mij te leren. Die verhalen die tijdens de zitting naar boven komen verrassen Igonet. De informatie die tot mij kwam, nota bene tot aan een paar maanden geleden nog, ging ook over ontrouw. Na deze feiten gehoord te hebben, voelde ik mijn hele lijf op slot gaan. Je denkt eerst nog lang, oh Jezus, nee, het zal toch niet? Het bleek helaas allemaal waar. De acteur wordt op 8 augustus veroordeeld door de rechter. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden... waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren passend en geboden is. Maar 2 weken later gaat Thijs Reumer in beroep tegen het vonnis. De hele zaak moet eigenlijk weer opnieuw. Dat moet toch een enorme klap zijn. Nou, en de vraag is waarom? Ja, waarom? Omdat het een goed recht is om dit te doen. Maar wat hij ermee op gaat schieten, dat zullen we pas denk volgend jaar gaan horen. Igonet besluit haar relatie met Thijs definitief te verbreken. Een beslissing die haar niet in de koude kleren gaat zitten. Ik ken Thijs ook als een heel lieve man, vader en stiefvader. Dat maakt het voor mij ook zo lastig om te begrijpen dat sommige dingen toch echt gebeurd zijn. Ja, het is wel een heel bijzonder verhaal geworden. Ja, waar we even op hebben moeten wachten. Maar daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat je niet onmiddellijk tegen de pers zegt, nou, kom maar langs, dan zal ik eens even vertellen hoe dat gaat. En het is niet helemaal toevallig dat ze daar het blad van Chantal voor uitgekozen heeft. Omdat ja, Chantal en een goede vriendin is. En eigenlijk ook de aanstichter van alles. Omdat zij dacht, hey, Thijs en Igonet, dat is best een leuke combi. Niet wetend hoe dat natuurlijk na een paar jaar zou uitpakken. Dus Igonet was op vertrouwd terrein toen ze ging zitten met Chantal. En een interviewster en dat verhaal uit de doeken deed. Het is heel persoonlijk geworden, ook omdat Chantal er zelf een rol in speelde. Op een gegeven moment wilde ze met iets naar buiten komen en was het Chantal die zei, nou wacht nog maar eventjes. En ze had voor zichzelf al afgesproken dat ze er ook even mee zou wachten tot ze al de gedachten mooi op papier gezet had. Vergeet niet dat ze in januari dit jaar natuurlijk al met Thijs gebroken had. Toen heeft ze al een punt gezet achter het huwelijk. Later krabbelde ze een beetje terug. En ja, ze waren toch nog wel erg samen op het moment dat Thijs naar Assen reed om daar zijn vonnis aan te horen. En nou ja, dat deed hij niet, maar wel die rechtszaak te ondergaan en 2 weken later dat vonnis te vernemen. En toen was Igonet er niet bij. En nu legt ze eigenlijk voor het eerst uit omdat ze daar niet was, omdat ze in het buitenland verbleef. Daar pas te horen kreeg wat er in die rechtszaal allemaal werd besproken. En dat toen ook langzaam doordrong wat er allemaal was gebeurd buiten haar zicht. Want ze stelt er wel heel erg prijs op om nu in dit interview een paar keer te benadrukken dat ze echt van niets heeft geweten. En dan gaat het niet alleen over die misbruikzaak, maar dat blijft indrukwekkende meisje wat zegt, ik was 14, nee. Thijs, 14. Maar ook natuurlijk het vreemdgaan van Thijs. En dat is ook als een klap in haar gezicht aangekomen. En dat allemaal op een rijtje zetten, dat komt allemaal ter sprake. En je kan je voorstellen hoe beschadigd zij uit dit huwelijk is gekomen. Nou ja, enorm. Want hoe doe je zoiets? Hoe gaat het met haar? Wat zegt ze daarover? Nou ja, door goede mensen op te zoeken die je kan vertrouwen. Die niet uit school klappen. Ik moet ook echt zeggen dat we er nooit iets over horen. En ze heeft echt wel mensen om zich heen die haar helpen haar leven
leven weer op te pakken en vorm te geven. Dat doet ze onder andere, zegt ze, door te verhuizen. Dat is echt een flinke afrekening geweest. Strepen eronder en ergens een nieuwe start maken. En het verrassende is dat daar ook een paar mensen een rol in spelen die niet 1, 2, 3 zou verwachten. Bijvoorbeeld haar eigen zoon, Hugo, uit een eerdere relatie. En Sammy, de kind van wat Thijs heeft met Katja, wat ze echt als het eigen kind ziet. En wat ook altijd, wat er ook gebeurt, zegt zij, mijn kind zal blijven. Ik blijf altijd contact met haar houden. Maar ook Katja zelf speelt een hele grote rol op dit moment in het leven van Igoné. Want zij zijn hele hechte vriendinnen geworden die wel één ding natuurlijk heel erg gemeen hebben met elkaar. Een verleden met Thijs Reumer. Ja, nou ja, het moet prettig zijn, denk ik, om te kunnen... Nou, sparren is een raar woord, maar je ervaring te kunnen delen met iemand die weet waar je het over hebt, over wie je het hebt. Ja, zeker. Ja, en ze delen ook hetzelfde verdriet natuurlijk, ja. Om een man waarvan ze dat nooit hadden verwacht, dat hij zoiets zou doen, denk ik, ja. Ja, nee, en dat ja, ik kan me voorstellen dat zij zegt... Nou, ik ga nu weer bezighouden met dingen waar ik heel erg van hou. Dansen natuurlijk, dat was haar lust en haar leven altijd. Dat kan ze ook verschrikkelijk goed. Ja. En er zijn nog genoeg mogelijkheden voor haar om aan de bak te gaan. Misschien niet meer zelf als actief danseres of ballerina... maar met haar ervaring die ze overdraagt op een heleboel andere mensen... kan ze nog heel lang aan de bak. Dat doet ze ook onder andere met een gezelschap uit Oekraïne. Vluchtelingen die zij op weg helpt... en waar dan ook nog eens een documentaire over gemaakt wordt. De hele ziel en zaligheid ligt daarin. En ja, dat zorgt niet alleen voor nieuwe inspiratie... maar ook voor heel veel afleiding. Om dat hele complexe verdriet wat ze heeft... wat op alle terreinen is ze natuurlijk verschrikkelijk teleurgesteld... in die man van wie ze zo gehouden heeft, om dat een plek te geven. Zegt ze nog iets over wat het met haar gedaan heeft? Als in, ik kan me zo voorstellen, als je zo bedrogen bent... dat je je ook afvraagt, ja, ga ik ooit nog durven me nog open te stellen... voor wie dan ook? Dat zegt ze. De kloot, ja. Ja, en dat weet ze niet. En ze ziet allemaal leuke stellen. En dan is zij weer alleen op deze leeftijd. En dan zegt ze, ja, zal het mij nog ooit gegeven zijn? Zal ik nog ooit het vertrouwen hebben in een man om hem weer volledig te geven? Ja, dit zou niet de laatste ervaring mogen zijn... met een man die zo'n mooie vrouw heeft natuurlijk. Dus ik hoop dat ze die kracht ooit vindt... Ja. En degene tegenkomt die haar dat vertrouwen teruggeeft. Ze denkt inderdaad, hè? Ze zegt nu van... Chantal zegt nog van, joh, dat komt wel, misschien niet nu... maar ooit wel weer. Maar ze zelf zegt, denkt ze van, nou, misschien was dit gewoon... ik ben 2 keer getrouwd geweest en 2 keer is het niet gelukt. Misschien is het niet voor mij bestemd. Maar ik hoop toch niet dat dat klopt. Je hebt het goed gelezen al. Ja, ja, ik vind haar bijzonder, een hele mooie, bijzondere vrouw... en een prachtige ballerina. En dus in die zin wilde ik wel graag haar verhaal horen. Ja,